Iedereen is wel ergens helemaal gek van. Van Holland tot horeca, van zorg tot sport. Je kan het zo gek niet bedenken of wij zijn er helemaal gek van. Iedere week duiken wij in een nieuw onderwerp en vertellen we je alle ins en outs die jij moet weten. Welkom bij een nieuwe aflevering van Helemaal Gek Van. Het is een belangrijke sector in ons land en bestaat uit verschillende onderdelen. Om deze krachten samen te bundelen kan een stichting een goede uitkomst zijn. Stichting Welzijn en Dienstverlening is zo'n stichting en wij mochten een kijkje komen nemen. Een goede buurt draagt bij aan een plezierige en veilige leefomgeving. Een ontmoetings- en activiteitenplek kan daar een belangrijke rol in spelen, waar organisaties en inwoners samenwerken. Vaak is een ontmoetingsplek onderdeel van sociaal werk en kunnen inwoners daar terecht voor passende hulp om activiteiten bij te wonen en actief te participeren aan de samenleving. Esther Lohuis van Stichting Welzijn en Dienstverlening vertelt ons meer over sociaal werk. Het belang van sociaal werk is dat mensen en organisaties aan elkaar verbonden worden en dat ze wat voor elkaar kunnen betekenen. Mensen kunnen het sociaal werk kennen van bijvoorbeeld het maatschappelijk werk of van sociaal raadsliedenwerk, waar ze met hun individuele problemen en vragen kunnen komen. Maar ook van ouderenwerk of mantelzorgondersteuning, waar ze meer groepsgericht activiteiten kunnen ondernemen. Bij het vrijwilligersteunpunt worden mensen begeleid naar passend vrijwilligerswerk waar zij plezier aan beleven. Er wordt binnen Delfzijl door diverse organisaties samengewerkt om mensen uit het werkgebied een plek te bieden om activiteiten deel te nemen of aan vrijwilligerswerk te doen. En uiteindelijk kunnen deze mensen dan ook doorstromen naar andere vormen van vrijwilligerswerk. Een andere samenwerking is het team vroegsignalering, waar mensen ondersteund worden met financiële problemen. Het belang van vroegtijdig ontdekken van financiële problemen is dat zodra mensen diep in de schulden zitten, dus we later erbij zijn, dat er al vaak veel stress in gezinnen is. En speciaal op kinderen heeft dat een bijzonder effect. Dat remt hun ontwikkeling. Dus het is belangrijk dat we er op tijd bij zijn. Dat mensen het gevoel hebben dat we hen ondersteunen. Dat ze er niet alleen voor staan. En daarmee weer grip op hun eigen leven hebben. En weer open kunnen staan naar de toekomst. Als jeugdorganisatie weet je wat er speelt in Delfzijl. Zo wordt er geholpen met de jongeren om werk te zoeken. We zoeken ook naar scholing voor de jongeren. Het roept ook saamhorigheid op en zo creëer je een veilige haven voor de jongeren. Als jeugdorganisatie geef je ook advies aan de gemeente met betrekking tot jongeren. En op die manier draag je bij aan het initiatief. De initiatieven die in de toekomst een grotere rol zullen gaan spelen zijn gericht op mantelzorgondersteuning en ouderenwerk, omdat we te maken hebben met een grotere of een toenemende vergrijzing. Die initiatieven die zullen vooral samen met andere organisaties uitgevoerd moeten gaan worden, omdat daar juist een meerwaarde in zit. Zo kunnen er in de toekomst ook weer nieuwe oplossingen voor nieuwe problemen ontwikkeld worden. Samen zijn we sterk en dragen we bij aan meer leefgeluk in onze eigen gemeente. In Nederland hebben ruim 2 miljoen mensen last van nek- en rugklachten. Om van je rugklachten af te komen, is het belangrijk om op erkende en wetenschappelijk onderbouwde toestellen te trainen. Jan Burghout van Samcom BV levert aan praktijken en ziekenhuizen in de Benelux het David Rugconcept en vertelt ons meer over deze pijnloze manier van trainen. Het David-concept is een concept voor cliënten met rugpijn, waarbij de cliënten specifiek kunnen gaan trainen op 4 verschillende toestellen. 1 toestel daarvan is voor de buiging, 1 voor de strekking, 1 voor zijwaarts bewegen en 1 voor het roteren. Deze toestellen zijn specifiek ontwikkeld voor de rugrevalidatie, zodat cliënten ook pijnvrij kunnen trainen op deze toestellen. Naast dat het concept kan worden ingezet voor revalidatie, kunt u het ook gebruiken voor preventie bij onder andere bedrijven. De toestellen worden aangestuurd door middel van een innovatieve software, waarbij we eigenlijk alles kunnen bijhouden wat de cliënt doet en ook natuurlijk alle metingen.
De voordelen van dit concept is dat de cliënt effectief en pijnvrij kan trainen. Dit kan door middel van de fixaties op de toestellen, dus de cliënt komt helemaal vast te zitten in het toestel. Hierdoor kunnen ze precies de beweging maken die ze moeten doen. Daarnaast zijn de toestellen uitgevoerd met een innovatieve software die de cliënt continu biofeedback geeft over de training. Biofeedback is een continue feedback over de range of motion, dus hoe ver ze de beweging kunnen uitvoeren en het aantal herhalingen dat ze nog moeten gaan doen. Daarnaast kan de therapeut ook precies bijhouden wat een cliënt aan het doen is in de software en zo controleren of de therapie effectief verloopt of dat hij daar nog een aansturing op moet doen. Het doel van het concept is om de cliënt zo snel mogelijk pijnvrij te krijgen. Dit kan door middel van de speciaal ontworpen toestellen, zodat er heel effectief en gericht getraind kan worden. Gemiddeld heeft de cliënt ongeveer 12 sessies nodig om pijnvrij te zijn en hun activiteiten weer op te kunnen pakken. Er is voor dit concept gekozen om op een veilige en efficiënte manier mensen met rugklachten te behandelen. Het is een wereldwijd erkende module en het is ook wetenschappelijk onderbouwd. Vanuit de reguliere fysiotherapie kan het zijn dat de klachten in pijn- en bewegingsbeperking nog niet helemaal zijn verholpen. En dit product kan een uitkomst bieden voor het behandelen van allerlei verschillende soorten rugklachten. De stappen van het rugconcept zijn als volgt. Er komt iemand met klachten bij de therapeut en vanuit daaruit wordt er inzicht verkregen in de klachten van de cliënt. En vervolgens wordt er een meting gedaan en in die meting worden alle vier de deelbewegingen van de rug qua mobiliteit nagemeten. En er wordt een isometrische krachttest gedaan voor de kracht van de rugspieren. Samen met de gegevens van iemand zijn leeftijd, lengte, gewicht of geslacht wordt er een analyse gemaakt. En vanuit die analyse wordt er een trainingsconcept op maat gemaakt. Na 6 weken en na 12 weken wordt er opnieuw zo'n test en analyse gedaan om inzicht te geven in de verbetering en ook te laten zien wat er in mobiliteit en kracht aan positieve resultaten behaald is. Mensen met uiteenlopende rugklachten die beperken bij het dagelijkse functioneren, werk of bij het beoefenen van hun sport, kunnen terecht bij revalidatiecentra en ziekenhuizen of fysiotherapiepraktijken die dit concept ondersteunen, zijn terug te vinden op het internet. Op een pijnloze en efficiënte manier van je rugklachten afkomen. Dankzij deze behandelmethode is het mogelijk. Iedereen hoopt gelukkig en gezond oud te mogen worden. Dit is helaas niet voor iedereen weggelegd. Een veel voorkomende ziekte bij ouderen is dementie. Voor hen is het heel fijn en belangrijk dat zij een veilige plek hebben waar zij de best mogelijke zorg krijgen. Annelies en Frans van Breugel van Leeuwenhofzorg laten ons zien hoe zij de zorg voor dementerende ouderen op zich nemen. Dementie is een verzamelnaam voor mensen met geheugenproblemen. De meest bekende vorm is Alzheimer, waar vaak mensen iets vergeten en vaak ook herhalen wat er dan gezegd wordt. Karakterveranderingen vinden plaats en gedrag verandert ook vaak bij deze mensen. Wat vroeger heel normaal was, is nu heel anders. Omdat het kleinschalig is, kan er snel ingespeeld worden op de zorgbehoeftes van de bewoner. Maar wat vooral belangrijk is, is de persoonlijke band die opgebouwd wordt met de bewoner. Er zijn geen bezoektijden, dus de familie is altijd welkom. Veel persoonlijke aandacht en 24 uur zorg is financieel haalbaar, want de zorg kan worden betaald door middel van een PGB. En een PGB dat is een persoonsgebonden budget die kan worden aangevraagd, waarmee zelf de zorg ingekocht kan worden. En daarnaast betaalt men een vaste bedrag per maand voor huur- en servicekosten en daar zit alles bij in. Bij de reguliere verpleeghuizen is het iets anders, daar betaalt men een inkomensafhankelijke bijdrage. Die wel kan oplopen tot een bedrag wat ongeveer vergelijkbaar is als bij wat men betaalt bij de particuliere huizen. Het is een goed initiatief om een kleinschalige woonzorgvoorziening speciaal voor ouderen met dementie te beginnen. Bij de grote verpleeghuizen is er vaak onvoldoende tijd voor extra aandacht aan de mensen. En in de kleinschalige huizen kan die persoonlijke aandacht wel voldoende gegeven worden. De beste zorg begint met aandacht, want iedereen verdient een waardig bestaan. Een bezoek aan de kapper.
Velen van ons maken er regelmatig tijd voor vrij. Maar als je ouder wordt, een lichamelijke beperking of bijvoorbeeld dementie hebt, is dat niet meer vanzelfsprekend. Attila Osvernali van Kios Zorgkappers gaat ons alles vertellen over zorgkappers en hoe zij hun klanten de extra zorg bieden die zij nodig hebben. Het verschil tussen een gewone traditionele kapper en een zorgkapper is dat een zorgkapper gespecialiseerd is in het behandelen van het haar van ouderen en zorgbehoevende mensen. Veelal woonachtig in een zorginstelling, zoals een verpleeghuis, een woonzorgcentrum, een gehandicaptenpark. Ja, hoe word je zorgkapper? Dat betekent dat je dat kunt leren door middel van een praktijkgerichte opleiding. Het belangrijkste, de empathie die je moet hebben om met de doelgroep om te gaan, is heel erg van belang. Sociale vaardigheden, het leuk vinden om met deze doelgroep om te gaan. En ze vooral een mooi moment te geven en een gezellig uitje. De mensen hebben al zo weinig. Een bezoek aan een zorgkapper is zo plezierig omdat het mensen even uit hun dagelijkse sleur haalt. En ze komen bij een kapper terecht die weet hoe hij moet omgaan met de doelgroep. Die weet hoe hij moet omgaan met mensen met dementie of een lichamelijke beperking. En op die manier is het een hele veilige setting voor ze. Zorgmanagers zouden hier wellicht wat meer actiever in kunnen zijn. Door zich te realiseren dat een bezoek aan een kapsalon, vooral aan een zorgkapper natuurlijk, niet alleen een noodzakelijk kwaad is. Maar echt zorgt voor een beleving bij de bewoner. Je kan teruggrijpen naar herinneringen door middel van het nabootsen van een kapsel die ze vroeger altijd hadden. Waardoor mensen zich weer gaan herkennen in de spiegel. En waardoor zij zelf weer meer in contact komen met hun oudere situatie en zich daardoor meer dingen gaan herinneren. Uiteindelijk gaat het erom dat een bezoek aan de kapper voor iedereen een uitje is en blijft. Het is alweer tijd om er even tussenuit te gaan, maar na de break zijn we terug met nog meer zorg. Tot zo! Welkom terug bij Helemaal Gek Van. Naast de gezondheidszorg is de zorg voor je gebit ook ontzettend belangrijk. Wij namen plaats in de tandartsstoel voor een stralend gebit. Er wordt wel eens gezegd dat lachen het beste medicijn is. Wist je dat wanneer je lacht je stress vermindert en het zelfs pijn kan verminderen? Een goed gebit draagt bij aan dat je vaker glimlacht. Belangrijk is dus dat het goed verzorgd wordt, ook tussen de lastige hoekjes en kiertjes. Malou de Kok van U-Brush heeft een elektrische rager ontworpen wat ieder gebit laat stralen. Een elektrische rager die maakt schoon tussen de tanden kiezen. Zoals de gewone elektrische tandenborstel alle vrije vlakken in de mond schoonmaakt, maakt de elektrische rager dus tussen de tanden en kiezen schoon. Dus de moeilijke, onbereikbare plekken voor de patiënt. Nou, de elektrische rager is ontstaan uit passie voor mijn werk. Ik heb dagelijks te maken met patiënten die ontzettend veel tandvleesproblemen hebben en moeite hebben om goed dagelijks voor hun gebit te verzorgen. En ik ben op onderzoek uitgegaan en ik zag dat er heel veel elektrische apparaten zijn om je mond schoon te maken, maar nog geen elektrische rager. En zodoende is mijn idee ontstaan om een interdentale rager te ontwikkelen met een geïntegreerd ledlicht. Om mijn patiënten te motiveren om een goede mondgezondheid te creëren. Nou, het is ontzettend belangrijk om het gebit schoon te maken, omdat het gewoon echt een afspiegeling is van de lichamelijke gezondheid. Dus in je lichaam. Het is de ingang tot alles wat er van binnen ook gebeurt. En tandvleesproblemen worden zwaar onderschat. En heel veel mensen denken dat poetsen gewoon voldoende is. En dat is gewoon niet zo. Het is de algehele gezondheid en dat zie je dus ook echt in de mond van de patiënt. Er zit een batterij in die 3 tot 6 maanden meegaat en dan moet de batterij worden vervangen. Dat zul je ook merken, omdat de elektrische rager, de vibratie, die wordt dan wat minder. Nou, hierbovenop, daar zit een ragertje. En het ragertje gaat gemiddeld 1 tot 2 weken mee. En dat heeft te maken met de intensiteit van het gebruik van de rager. Dus de ene patiënt die zal er een week mee doen en de andere patiënt kan er 2 weken mee doen. Maar het gemiddelde is dus 1 tot 2 weken. Nou, de U-Brush bestaat uit 2 onderdelen. De rager, en dit is de kap waar de batterij in zit. En hier aan de andere kant, daar is de lichtknop en de vibratieknop waarbij je hem kan aandoen en uitdoen. Hierbovenop, daar zit de rager. Die kun je in principe heel makkelijk eraf halen. En die kun je er ook weer heel makkelijk opzetten.
Nou, er is op zich qua gebruik niet zo heel erg veel verschil tussen een handrager en een elektrische rager. Alleen de elektrische rager heeft een geïntegreerd ledlicht. En de druk die op de rager staat, die is meer verdeeld. Waardoor de rager minder snel breekt, buigt of knakt. En dat is met dit apparaat niet mogelijk. En het belangrijkste is dat dit apparaat je patiënten motiveert om dagelijks een interdentale reiniging te hebben en een gezonde mond te creëren. Een schoon gebit en een stralende lach. Vanaf nu kun je het net zo gemakkelijk zelf schoonhouden als wanneer je bij de mondhygiëniste bent. Van oorsprong is een zorgboerderij een agrarisch bedrijf waar mensen met een zorgvraag aan waardevolle dagbesteding kunnen doen. Maar wat als die zorgboerderij gevestigd is op een dierenpark met als hoogtepunt exotische dieren? Zorgboerderij Reemzorg zorgt in samenwerking met Dierenpark Meerzoo en Stichting Vrienden van Meerzoo voor deze dieren. Mandy Krol van het Meer kan ons alles vertellen over deze bijzondere drie-eenheid en hoe dit tot stand is gekomen. Een zorgboerderij kan een verschillend aanbod hebben. De deelnemers kunnen dagbesteding volgen. Dan komen ze overdag op de zorgboerderij en aan het eind van de dag gaan ze weer naar huis. De deelnemers kunnen helpen bij het verzorgen van de dieren of het voeren van de dieren. De deelnemers kunnen ook logeren op een zorgboerderij. Zo komen de deelnemers bijvoorbeeld van vrijdag tot en met zondag een weekend logeren. Maar ook door de week logeren behoort tot de mogelijkheden. En ook wonen, dan wonen ze op de zorgboerderij. Het is echt hun huis. Dagbesteding doen ze op de zorgboerderij of in de omliggende dorpen. De deelnemers kunnen verschillende activiteiten uitvoeren. Zo kunnen ze bijvoorbeeld de dieren voeren, maar ook de dieren verzorgen. Zoals bijvoorbeeld het borstelen van een paardje of lekker knuffelen met een konijn of een cavia. Maar ook stallen uitmesten behoort tot de mogelijkheden of het schoonmaken van een verblijf. Ook parkonderhoud behoort tot de mogelijkheden. Zo kunnen de deelnemers bijvoorbeeld snoeien of vegen van het park. De activiteiten zijn niet alleen leuk, maar hebben ook een positief effect op de deelnemers. Zo leren zij meer zelfvertrouwen door de dieren te voeren en echt het verzorgen van de dieren. Maar ook een verantwoordelijkheidsgevoel door om te gaan met het geld en kassenwerkzaamheden. De deelnemers kunnen rustig in hun hoofd worden doordat ze even lekker met een dier kunnen knuffelen en hun hoofd leeg kunnen maken. En daarna weer op hun eigen tempo verder kunnen gaan met hun activiteit. En ook het sociale aspect komt naar voren. Doordat deelnemers activiteiten uitvoeren met andere deelnemers, hebben ze een echt groepsgevoel wat ze naar voren kunnen laten komen. Doordat het dierenpark een aantal dagen in de week open is voor bezoekers, kunnen de deelnemers bijvoorbeeld ook rondleidingen geven aan bezoekers. En dat doen ze ook tijdens kinderfeestjes of bedrijfsuitjes. Op die manier zijn de zorgboerderij, de stichting en het dierenpark één mooie eenheid. Het dierenpark is zo bijzonder omdat hier een stichting gevestigd is. En deze stichting vangt exotische diersoorten en invasieve exoten op. Hierbij kun je bijvoorbeeld denken aan wasberen, neusberen en slangen. En het is heel belangrijk dat deze dieren hier opgevangen worden, omdat er op andere locaties vaak geen plek is voor deze soorten. Een prachtig initiatief voor mens en dier. Wij kikkeren hier helemaal van op. Iedereen heeft wel behoefte aan een dagje ontspanning. Of het nou thuis in bad is met een kop thee of in een wellnesscenter. Maar als jij overal kalkaanslag ziet, dan is je ontspanning ver te zoeken. Tenminste, ik denk dan meteen aan schoonmaken. Ik heb een afspraak met Julio, want hij is van waterontharder.com en heeft de oplossing. Julio, hoi. Jij hebt mij uitgenodigd hier bij dit wellness center. Het ziet er prachtig uit. Ja, mooi hè? Ja, maar jij weet alles van waterontharden. Ja. Waarom is het hier zo belangrijk? Nou ja, je komt hier natuurlijk om te ontspannen en te relaxen. En dat is gewoon, ja, als je dan tegen die lelijke kalkvlekken, zeg maar, tegen de muren en alles aan zit te kijken en op de kraan en zo. Ja, daar word je niet echt ontspannen van natuurlijk. Nee, nou, ik wil het wel eens eventjes zien hier. Nou, laten we een kijkje gaan nemen, toch? Ja. Kom. Julio, lekker hier de hele dag in het zwembad hangen, sauna, alles is natuurlijk zalig.
Maar water waar veel kalk in zit, dat heeft natuurlijk nadelen. Ja, dat heeft zeker nadelen, bijvoorbeeld voor je huid. Hè? Want kalk droogt de huid uit. En daardoor, als je dus een gevoelige huid hebt, ja, dan kun je daar heel veel last van hebben natuurlijk. Omdat die kalk gaat neerslaan op je huid en op je kleding. En dat gaat irriteren. En daarnaast ook voor je haar. Dat wordt veel zachter. En je hebt daardoor minder shampoo en conditioner nodig. Oh, nou, dat is wel een heel goed voordeel natuurlijk. Ja. Maar hier in een wellness, wat zijn nou echt plekken waar je veel kalk vindt? Nou ja, kijk hier, het zwembad. Maar ook kranen en zeg maar daardoor de waterval. Maar ook eigenlijk waar je helemaal niet aan denkt. Zoals de machines en apparatuur die dus dit water allemaal opwarmen. Omdat dus juist bij verwarming van water al die kalk ontstaat. Dus die machines die verkalken ook allemaal. En dat is ook belangrijk om die te beschermen. Oh ja, logisch. Dan zullen we even verder gaan kijken. Dat is hier wel mooi, hè? Ja, goed idee. Heel mooi. Julio, je had het over apparaten, maar dat geldt dus voor bij mij thuis ook. Ja, ook voor jou thuis natuurlijk, omdat je daar ook overal water gebruikt. Dus bijvoorbeeld voor je wasmachine en een cv-installatie is het natuurlijk gewoon belangrijk dat je die beschermt tegen kalk, zodat ze langer meegaan en minder energie verbruiken. En denk natuurlijk ook aan lelijke kalkvlekken op bijvoorbeeld de tegels en de glazen douchewand, de kranen en in je waterkoker. Ja, maar zo'n waterontharder, hè? Dat installeren, is dat heel ingewikkeld? Moet daar iemand voor thuis komen? Nee, dat is super simpel. Ja, als je het bestelt, heb je het volgende dag in huis. Mm-hmm. En iedereen kan het. Zelfs als je twee linkerhanden hebt, is het een eitje. Oh, wat fijn. Maar en heeft het eigenlijk nog meer voordelen? Dan bedoel ik eigenlijk financieel gezien. Ja, zeker. Omdat je dus niet meer zoveel kalk hebt. Gebruik je veel minder chemische reinigingsmiddelen om dat allemaal weg te krijgen. Ja. Ja, je apparatuur verbruikt minder energie en gaat langer mee. En dat alles bij elkaar kun je toch wel een paar honderd euro per jaar besparen. Maar en het is dus beter voor het milieu. Ja, het is zeker beter voor het milieu inderdaad. Omdat je dus inderdaad minder van die chemische reinigingsmiddelen gebruikt. En natuurlijk je apparatuur niet weggooit en ook minder energie verbruikt, zeg maar, door die kalk. Ik zie alleen mijn voordelen. Ja. Bij een wellnesscenter kijken we meestal naar de buitenkant en de inrichting. Dat hieronder een weerwar aan leidingen is die ook onze aandacht nodig hebben, vergeten we wel eens. Nu kunnen we zorgen dat deze ook goed onderhouden worden en we van de apparaten in het wellnesscenter kunnen genieten. Dit was alweer helemaal gek van. Leuk dat je hebt gekeken en wil je nou meer weten? Ga eventjes naar onze website. En volgende week zijn we er weer met helemaal gek van sport en bewegen. Tot dan!